12 grondstewards en stewardessen van KLM ging het afgelopen jaar via het Schipholcollege terug de schoolbanken in. Met succes. Begin december behaalde de hele groep het MBO-4-diploma luchtvaartdienstverlening. Schiphol TV was bij de feestelijke diploma-uitreiking en sprak met een van de gelukkigen. Yes! Zo blij ben ik. Ik ben dit opleiding gaan doen omdat ik door wilde groeien binnen KLM. En omdat ik bij KLM al 9 jaar werk. En voor de doorgroeimogelijkheden heb je wel bepaalde diploma nodig. En dit was een perfecte plek om dat te doen. Ik geef lessen zelf, wat ik ook op het werk doe, dus check-in lessen. En dat geef ik in mijn speciale lokaal met check-in balies. De opleiding van de KLM-medewerkers maakt deel uit van de EVC-pilot. Deze pilot is een samenwerkingsverband tussen KLM, ROC en het Schipholcollege en is gericht op het op maat opleiden van luchtvaartpersoneel. Het is zo dat deze mensen werken al jaren bij de KLM. Die zijn destijds binnengekomen op een MBO-3 niveau. Een MBO-3 diploma hebben zij op zak. Maar om doorstroming te bevorderen en om de duurzame inzetbaarheid, zoals het heet, te bevorderen, hebben deze mensen de kans gekregen van de KLM om een MBO-4 diploma te halen. Een officieel MBO-4 luchtvaartdienstverlening diploma. Het Schipholcollege is in 2007 opgericht door Schiphol en het ROC met als doel onderwijs en arbeidsmarkt op elkaar aan te sluiten. Nou, de bedoeling is dat, wat ik begrepen heb van de KLM, want die zijn uiteindelijk natuurlijk de opdrachtgever, dat ze dit traject voort gaan zetten. Er schijnt ook door de mond-op-mond reclame van deze 12 ook dermate veel animo te zijn dat er nu zeker een grotere groep verder gaat met dit traject.